Goedenavond, sinds een paar maanden is er een Kyokushin-groep in Katwijk. Karate, kickboksen en mixed martial arts zijn gewoon aan de haven in een nieuwe dojo te beoefenen. Jimmy Sinol is een van de oprichters, trainers en zelf ook in het bezit van een zwarte band. We hebben wel veel vechtsportverenigingen die goed werk verlenen al jaren. Maar een echte eigen dojo, dus een eigen trainingslocatie, ja, dat is nu voor het eerst. Is dat een soort wens, al lang? Ja, voor mij en mijn jongen met wie ik het samen doe, Ron Hek, is dat wel iets wat we al heel graag al lang willen, ja. Ja. Bijna elke avond is er wel training, toch? Ja, er is bijna elke avond training en dat is ook iets wat wij altijd benadrukken, ik en Ron. Dus wij staan open voor alles en iedereen. En of jij nou problemen thuis hebt of dat jij nou een talent bent, dat maakt mij niks uit. En iedereen krijgt ook bij ons dezelfde aandacht. Het is niet zo dat jij toevallig heel goed uit de voeten kan of dingen gaan je heel goed af. Dat ik dan de hele avond, dan is het makkelijk voor een leraar. Het is makkelijk voor een leraar om iemand iets aan te leren die het makkelijk oppakt. Maar de uitdaging is juist de mensen die er heel hard voor moeten werken en heel hard hun best doen. Nou, laten we eens even kijken dan hoe dat er ongeveer uitziet. Ja, natuurlijk. Ja. Everybody get up. Ja, wat doen ze hier op het eind eigenlijk? Ja, dat is typisch iets waar wij heel veel waarde aan hechten. Dat is de discipline ook in de sport. Dus op het eind willen wij graag dat de jongens die getraind hebben even de dojo verdwijlen. En dat is niet omdat ze de dojo schoon moeten maken, maar dat is even voor de hygiëne. Zodat de volgende groep weer in een frisse dojo terechtkomt. En dat doen ze ook netjes allemaal. Dat doen ze heel netjes, ja. Want het is ook gewoon, de meeste mensen leren dat ook gewoon thuis. Als je rommel maakt, ruim je het ook weer netjes op. En zo doen wij dat ook. Ik heb ook jarenlang op de grond gezeten om te dweilen. Zo blijft sportief Katwijk zich ontwikkelen. Ontwikkelingen zijn er ook op bestuursgebied. Bij basketbalvereniging Grasshoppers bijvoorbeeld. Na het vertrek van Dirk van Duin werd John Spaan tijdelijk aangesteld als interim voorzitter. Een nieuwe voorzitter werd dit seizoen gevonden in Joop Zwaan. Maar al na één seizoen is Zwaan weer vertrokken en dus werd John Spaan weer gevraagd. In eerste instantie weer als interim, maar inmiddels is duidelijk dat hij aanblijft in ieder geval tot 2015. Het zou niet goed zijn om in deze wat onrustige periode weer als ad interim door te gaan. Verenigingen hebben beslissingen nodig, verenigingen hebben sturing en coaching en begeleiding nodig. In het geval van een ad interim en in het geval van mij een aangekondigd aftreden in december, ja, zou ik daar zelf niet een goed gevoel aan over hebben gehouden. Dan moet je daar uiteindelijk maar over na gaan denken. En dat heb ik gedaan en nu heb ik gezegd van oké, dan ga ik er nu gewoon tot 2015, eind 2015, ga ik er gewoon volledig voor. Dat geeft rust in de vereniging, dat geeft rust bij het bestuur. Het geeft ook mijn mate van tevredenheid. Maar kennelijk is het wel een hele gevaarlijke functie. Gevaarlijke functie, voorzitters natuurlijk liggen niet voor het oprapen. En het is natuurlijk niet, het kan de meest populaire functie zijn, maar het is ook de meest verguisde functie. En dat is niet erg. Ik bedoel, kijk, je moet weten waarvoor je doet. En ik doe het in ieder geval voor al die mooie leden die we hebben om die goed te kunnen sporten. En daar wil ik graag mijn steentje in bijdragen.
Als we nu kijken natuurlijk met de overheid, ik bedoel, ja, steeds meer zelfsupporting als vereniging zijnde, nou ja, dan moeten daar beslissingen in worden genomen. We hebben vrijwilligers nodig. Ja, een vereniging wordt steeds en steeds professioneler. En of je dat wil, maar daar ontkom je niet helemaal aan. We zijn een vrijwilligersvereniging, maar ja, we moeten wel afspraken met elkaar maken. Ja, want je scoort hoog, sportief gezien. Voorzitter van Grasshoppers klinkt dus ook leuk, hè? Ja. Maar wat houdt dat in de praktijk? Nou, in de praktijk, ik ga me bezighouden om met elkaar weer eens om de tafel te gaan zitten en goede gesprekken met elkaar te voeren. Duidelijkheden te scheppen. Is er chaos dan? Of? Nee, er is geen chaos. Maar ik bedoel, kijk, er gebeurt gewoon erg veel. En nou ja, goed, we hebben nogmaals, wat ik al zei, we zijn vrijwilligers. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor en die doen dat ook goed. Het moet een beetje begeleid gaan worden. We hebben een zaal erbij gekregen, dat heet Sporthal Klein Duin, met alle verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. Dus ja, er moet weer een stukje sturing moeten weer komen. Maar lukt dat op vrijwillige basis? Je zegt, je bent een vereniging, we zijn niet professioneel. Maar ja, inmiddels speel je wel al heel veel jaren bij de dames in de Eredivisie. Ja, natuurlijk lukt dat. Ik bedoel, kijk, laten we zeggen, kijk, elke vereniging heeft een aantal karretrekkers, noem ik dat altijd maar. En nou ja, die verstaan ook hun vak. En we zijn heel blij met het grote vrijwilligerskorps. En gewoon door uiteindelijk openheid van zaken te geven, open met elkaar te praten en problemen met elkaar te delen, kom je gewoon ontzettend ver. Afgelopen weken hebben we met de voorzitters bij elkaar gezeten. En zeiden van, waar willen we nu naartoe gaan, om het zo maar te zeggen, in de toekomst. Wat hebben we met z'n allen te doen? We hebben een verantwoordelijkheid in de maatschappij ook. Nou, en daar zijn goede gesprekken uit voortgevloeid. Dus dat is een stap in de richting. En eigenlijk is mijn zaak zeggen van, oké, ik wil graag mijn bijdrage leveren aan het opzetten van een goed vrijwilligerskorps. Ik wil het respect wil ik eigenlijk weer terugbrengen langs de velden, zoals we dat met een mooie woord zeggen. De voorbeelden kennen we allemaal te over. En op het moment als er weer wat gebeurt, dan vinden we met z'n allen dat we weer moeten gaan doen. Maar het wordt echt tijd dat we wat gaan doen. En dat is wel een van de dingen dat ik zeg van, daar ga ik me echt hard voor maken. Is dat het allerbelangrijkste? Dat zijn wel de belangrijkste dingen. Ik bedoel, want kijk, er zijn natuurlijk meer zaken. Kijk, je weet het, als je voorzitter bent, ja, dan geef je leiding en dan geef je sturing op de juiste manier aan. En ja, er gebeurt elke keer wat. Ik bedoel, is het niet met de bond, dan is het wel met de overheid. Is het niet met de overheid, dan is het wel met de teams. En, ja. Is het leuk? Ja, ontzettend leuk. Ik vind het wel. Ja, want anders zou ik er niet aan beginnen. Kijk, de keuze, de beslissing dat ik het uiteindelijk gedaan heb, is een beslissing die heb ik genomen vanuit mijn hart en mijn verstand. Dus of ik doe het wel, of ik doe het niet. Volmondig heb ik gewoon gezegd van, ik doe dit. Dus ja, dan vind ik alles leuk. Ja. Natuurlijk horen er impopulaire dingen bij, maar ja, ach, die moeten op de koop doen nemen. Sportieve prestaties van dames 1 en de jeugd is heel erg belangrijk. Ben je daarmee bezig ook als voorzitter of niet? Als voorzitter niet. We zijn natuurlijk vooral bezig, we hebben coaches, we hebben een goede technische commissie. Ja, en daar ontstaat natuurlijk altijd een vraagbaak uit naar. Ik bedoel, kijk, wordt er een probleem geschetst? Ja, dan kom je al heel gauw bij een voorzitter terecht van, joh, hoe denk jij er nou over? Waar ligt dat natuurlijk? Oeh. Kijk, als we nu kijken bijvoorbeeld met dames 1, de ontwikkeling. Ja, er zijn heel veel ontwikkelingen. Speelsters die natuurlijk vertrekken naar het CTO, hè, de vereniging van de bond. Nou ja, komen terug. Ja, die denken gelijk van, oké, ik kan een hele eisenpakket op tafel leggen. Ja, dat zijn wel dingen die... Geld, we doen. Geld, woning, auto, noem het maar op. Verzin het allemaal maar. Het wordt allemaal gevraagd. Dus ja, we moeten... Daar zeggen jullie nee tegen? Daar zeggen wij nee tegen. Ik bedoel, het huisje bij het schuurtje. Ik bedoel, laten we heel eerlijk wezen. We willen heel graag heel hoog, maar niet tegen elke prijs. Betekent dat je de komende seizoenen sportief niet top zult zijn? Nee, dat zeggen we niet. Kijk, we hebben altijd gezegd, we moeten eerst kijken naar onze eigen talenten. Wat hebben we nu aan eigen talent? Kunnen we daar uiteindelijk een goede selectie tegenover neerzetten? Als die eigen talent, als die aanvulling gewoon niet goed is, dan kijken we op de Nederlandse markt. Wat komt er vrij, wat wil er spelen enzovoort. Als dat niet voldoende is, ja, dan kijken we binnen Europa naar eventueel Amerikanen die zich al in Europa spelen. Ja, en als dat niet lukt, dan moeten we nooit verder, dan gaan we de plas over, dan moeten we in Amerika gaan kijken. Zijn jullie al bezig? Wij zijn bezig, natuurlijk. Maar concreet, helaas niet. Nee. Kijk, wat we hebben wel, er waren een aantal toezeggingen en dus... Van Amerikaans? Nee, niet, want uiteindelijk hebben we wel gezien van nu momenteel, op de Nederlandse markt wordt het lastig. Daar zijn we wel uit. En dan moeten we verder gaan kijken. Dus dan kijken we eerst van, ja, is er wat binnen Europa wat er nog vrijkomt? Nou ja, daar zijn momenteel de mensen over in de slag. Dus dat zou nog kunnen? Ja, het is nog niet voorbij. Iemand uit Europa, Spanje bijvoorbeeld, of Italië? Het zou kunnen. Goede basketbalcompetities? Hele goede basketbalcompetities. Maar ja, goed, dat soort mensen zullen niet zo gauw voor Nederland kiezen. Daar moeten we natuurlijk wel zijn. Maar er is zo een aanbod van Amerikaanse speelsters die graag in het buitenland wat willen doen. Die willen een avontuur. En die verkiezen ervoor voor 3, 4, 5 jaar naar een land toe te gaan waar ze willen basketballen.
Nou ja, als we ook zien wat we tegenwoordig aangeboden krijgen van de sportmakelaars, dat is gewoon gigantisch. Ik zal niet zeggen dat dat het is, maar er is voldoende. Ja, volgend seizoen overigens ook een nieuwe competitie opzetten. Dames 1 en dames 2 komt in één competitie uit. Ja. Drie divisies zijn er. Er wordt gespeeld tot december. Klopt. En daarna gaan de beste gaan een soort eredivisie spelen. Ja. En degenen die eronder zitten komen in een soort promotieklasse terecht. Dus dames 1 kan boven dames 2 eindigen. Ja, klopt. Kan ook andersom. Hè? Want dat bedoel je waarschijnlijk. Dames 2 kan boven dames 1. Ja. Nee, dat kan. Dat zou bijzonder zijn. Theoretisch zou dat bijzonder zijn. En dat is een scenario, daar moeten we even maar even over nagedenken om het zo maar te zeggen. Maar ja, theoretisch zou het kunnen. Ben je er blij mee of niet? Ja, ben je er blij mee. Kijk, zoals het ging natuurlijk in het verleden natuurlijk, met maar 6, 7 teams natuurlijk in de competitie. Die zeiden, ja, er moet ook wel een prikkel bij komen. En of dit eigenlijk de wenselijke situatie is, hè, dat, nou ja, okay, dat moet je dan maar afwachten. Maar ik heb wel het gevoel dat het in ieder geval de competitie spannender gaat maken. En de verdelingen zijn goed. Ik bedoel, kijk, de oud-eredivisie teams, nou ja, goed, die zijn ook keurig, zijn die ook verdeeld. En er zitten natuurlijk een aantal eerste divisie en promotiedivisie teams zitten erbij. En ik denk dat het goed is voor het basketbal. En tot zover RTV Sport voor dit seizoen. De komende maanden gaan we met de gehele redactie op vakantie en we melden ons weer vanaf half augustus. Maar natuurlijk kunt u in de zomermaanden voor het laatste sportnieuws gewoon terecht op onze website sport.rtvkatwijk.nl. En blijf ons vooral ook volgen via Twitter, hashtag RTV Katwijk Sport. Voor nu, mede namens alle medewerkers, bedankt voor het kijken en een mooie avond.